De islamitische basisschool Tariq Ibn Ziyad bestaat 30 jaar. En dat vroeg dus om een klein feestje. Er waren natuurlijk toespraken en ook de leerlingen leverden een bijdrage met voorstellingen en presentaties. Nou, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamu alaikum allemaal. Vandaag gaan wij onze nieuwe uitvinding presenteren. We hebben er 2 jaar aan gewerkt en hij is eindelijk af. Ik heb het getest. Tariq is een van de 2 eerste islamitische basisscholen in Nederland. En daarmee dus ook een van de oudste van ons land.